De Senaat heeft eigenlijk een heel prachtige traditie. En dat is eigenlijk dat ze een kunstwerk maken van de senaatsvoorzitter die is afgetreden. En dus zo hebben we hier overal in onze wandelgangen portretten. En dus ja, wordt er aan jou gevraagd om het portret te schilderen van Sabine de Béthune. Wat dan natuurlijk een hele eer is, hè? Want toen ik hier voor de eerste keer binnenkwam en ik zag al die portretten hangen en dan zie je dat er bijvoorbeeld ook portretten hangt van Gustaaf van de Woestijn, dan denk je toch van, oh, dat is toch wel een bijzondere plek hier. Hè? Dus dat is wel een uitdaging ook. Hè? Zo'n formaat, dat is immens. Hè? Stond dat formaat op voorhand vast? Ja, dat is ja. Het protocol. Hè? 1,50 meter op een meter. Amai, dat wist ik zelfs niet. Ja, dat is een contract gekregen, enorm. Hè? En dus ik had allemaal gelezen. Ik dacht, het is het parlement, dat personage moet erop lijken. Maar toch wil je geen afstand doen van wie dat je zelf in je werk zit. En dat was eigenlijk het moeilijkste van. Okay. In hoever blijf ik mezelf en in hoever geef ik toe, want ze moet er toch op lijken. Ik kan niet afkomen met zo'n Picasso, maar nog hier en nog hier. Dat kan ik me niet permitteren. Het is ook wel een beetje een stijlbreuk hier, hè? Als je hier rondloopt. Ik ben hier geweest de eerste keer om Sabine te ontmoeten. Ja. Omdat ik haar gewoon beter wou leren kennen, naar omgeving. En dan heeft Sabine gevraagd van, ja Goele, het is geen portret van mij als Sabine de Béthune, het is een portret van mij als Sabine de Béthune, voorzitter van de Senaat. En dacht ik van, oké, dat is juist. Dus dat behangpapier en die tapijt en die omkadering, dat moet er gewoon in. Dus zo ben ik begonnen. En dan met mijn plakkaatverven, met mijn borstel erop. En dat is handgeschept papier. Al dat water trekt weg uit die verf. Waardoor dat van boven het pigment bleef liggen. En dat was precies vloer. Dat was zo mooi. Wat aan mij als vrouw dan direct opviel, was zo die mooie drapering ook van die sjaal. Bindoek. Ja. Het is een mooie beweging ja. In beeld. Exact. Ja. Exact. Ik dacht, een statieportret. Ze hebben normaal zo'n sjerpan of zoiets. Ik dacht, een sjaal dat heeft ook iets, zo, ja. Iets warms, maar tegelijkertijd ook wel iets belangrijks. En ook vrouwelijk. En vrouwelijk, ja. Ja, het is een soort waardering ook. Hè. Ja, voilà. Het was een mooie... Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik ook. Heel blij.